Dit lege ijslandschap is het middelpunt van een hevige strijd tussen landen en tussen bedrijven. Logisch ook, want het gaat over heel veel geld. Door de opwarming van de aarde smelt het ijs rond de Noordpool en daarbij ontstaat een nieuwe handelsroute en een schat aan energiebronnen. Rusland, China en Japan zijn de nieuwe route al voorzichtig aan het bevaren en nu mengt ook wereld's grootste containervervoerder Maersk zich in de strijd. Eind deze maand vaart dit schip voor het eerst via de Barendzee naar Sint-Petersburg. De Venta Mersk, want zo heet het schip, is speciaal gemaakt om temperaturen tot min 25 te doorstaan. De crew heeft een speciale training ondergaan en er komen zeer ervaren Russische ijskapiteins mee om de Denen te ondersteunen bij deze eerste ijskoude tocht. Mersk gaat deze helse tocht niet voor niks aan. Schepen van een paar concurrenten, zoals hier het Chinese. Costco, hebben de barre tocht namelijk al achter de rug. Waarom deze race tussen rederijen? Nou, even voor je beeld: 90% van de wereldwijde handel gaat over zee. En daar zijn dus gigantische belangen mee gemoeid. En die nieuwe route via de Noordelijke IJszee is een stuk sneller dan andere routes. Voor het vervoer van Azië naar Europa is bijvoorbeeld de route van het Suezkanaal, die je daar ziet, populair. 8% van de totale wereldhandel gaat via dat Suezkanaal. En het Centraal Planbureau schat in dat twee derde daarvan waarschijnlijk zal verplaatsen naar die noordelijke IJszeeroute. En dat is niet voor niks. De route van bijvoorbeeld Japan naar Noord-Europa wordt 37% korter. En van Zuid-Korea naar Europa zo'n 31% korter. En niet onbelangrijk, vanaf China wordt die 23% korter. Het CPB schat in dat. Dan ook een flink aantal landen financieel behoorlijk gaan profiteren van die kortere route. België, Duitsland en Nederland bijvoorbeeld zullen waarschijnlijk meer gaan exporteren. En Hongarije, Roemenië en Verenigde Staten die zullen daar juist een nadeel door ondervinden. Maar de Noordelijke IJszeeroute is geen gemakkelijke route. Op dit moment is het gebied maar drie maanden per jaar te bevaren. De navigatie gaat moeilijker in het gebied en dan heb je nog allerlei speciale ijsapparatuur nodig. Om de tocht te maken. Maar de tocht zal door klimaatverandering wel steeds gemakkelijker worden. Kijk hier maar eens even. Wetenschappers hebben ingeschat hoe snel het ijs gaat smelten de komende tientallen jaren en wat dat voor gevolgen gaat hebben voor de route. In 2015 zijn er nog heel veel ijsbrekers nodig op veel routes. Kijk maar. Dat is in 2045 al een stuk minder het geval en in 2075, dat zie je hier, nauwelijks meer. De nieuwe handelsroute is niet de enige goudmijn waar bedrijven en landen zich op storten. Waarschijnlijk ligt er ongeveer 1 vijfde van de onontdekte olie en gas in het gebied. Maar ook metalen zoals goud, zilver, koper en uranium zijn er te vinden. En een enorm aantal vissen om een deel van de wereld mee te voeden. Kortom, de komende jaren wordt de strijd om het Noordpoolgebied alleen maar heftiger. Commercieel is het aantrekkelijk, maar de vraag is... Tegen welke prijs?